Ja, eindelijk! Eindelijk zover! Op het Zweedse meer terechtkomen. We hebben al een stukje gepaddeld en we liggen al even aan de kant. We genieten van dit mooie landschap en we zien helemaal niemand. Alleen mijn medereiziger natuurlijk, Matthias. Lekker aan het eten. Adventure food. Is het lekker spul? Machtig uit. Nou, dat komt mooi uit, want we hebben nog een hele grote voorraad. Elke dag zijn zak. Hoppakee! Ja, onze eerste dag zit erop en het was erg gaaf. Het was fantastisch, we zijn een heel eind gekomen. We liggen eigenlijk voor de sluis van Lennartsfort, dat is een plaatsje hier zo. Ja, natuurlijk niet meteen voor de sluis, maar er wel even vanaf, zodat we de rust hebben van het gebied hier. Nou, er is echt helemaal niemand. Ja, onze spullen. En we gaan hier straks ook onze tent inzetten. Hier zo ongeveer. Matt is even bezig met het eten. Vuurtje stoken. Gaat goed, Matt? Was, heb je hem al bijna klaar dan? Of? Nou, steek hem zo even aan. Ja, als eten staat ook klaar. Het zit in de zakken. We moeten even wachten en dan kunnen we lekker eten. Lunch, IKEA broodjes met gebakken uitjes. En Matthias, waar zijn we nu? Nou, een plekje dat schijnt dat hier echt een autokerk op zijn is. Waar allemaal auto's liggen. Daar zijn we even op zoek naar. Ligt hier achter, denk ik. Dat was dag 2 en we zijn aangeland op een eiland en om precies te zijn wij hier op Bokom, maar er staan puntjes op, dus het zal wel zijn Bokken. En op het balkon zijn wij zo'n vuurtje aan het steken, lekker te genieten in mijn hangmat en van het prachtige weer hier. We hebben erg genoten. Hoogtepunt was denk ik de sluis. In 3 compartimenten gingen we 12 meter omhoog. Ik zie Matthias ook knikken. Dat was ons hoogtepunt. En we genieten hier vanavond nog even verder van een goede maaltijd. Goedemorgen, we zijn weer wakker. Het is 4:30 en we gaan even ontbijten en dan meteen het water op. Het water ziet er spiegelglad uit en het belooft weer mooi weer te worden. Hey, dat leek een flits. Kijk, daar komt de zon straks op.
Wat een kerel is het, hè. Wat een spierballen en doorzettingsvermogen. Topper. Lekker dit hoor. Even 2 kilometer landtransport. Ongekend, hè? Ja, daar gaan we weer water. Prachtig. Wat een methode. Is dat een mooi stuk? Dat is een fantastisch stukje. Ja, de tijd van de jagers en verzamelaars, dames en heren, dat was geen makkelijke tijd. Wel een ontzettende rustgevende tijd, maar het moest hard gewerkt worden. Daar zijn we wel achter. Ah. Ja, welkom aan land. Eiland, kom mee. Ons verblijf voor vanmiddag en vannacht. Mooie shelter, fantastisch. Hier zullen we verblijven. Er wordt regen voorspeld, dus ideaal. Vuurtje steken. We gaan zo meteen namelijk brood roosteren boven het vuur. De hangmat is in gereedheid gebracht om te luieren. De was die hangt hier te drogen. Ja, dit is ons uitzicht, dat is toch fantastisch? Dit is echt zo lekker, hè, Matthias. Om 7 uur 's ochtends en dan lekker een kano. Ja, we komen net onder de duiken vandaan. En we zijn hier in de slam terechtgekomen. Moerassig gebied. En we sturen ons hier doorheen. Helemaal door het riet gekomen van achter, moest kijken. Ja, het is een smalle rivier, onze eigen route. En we moeten nog een stukje. Zonde, joh. Kamp van Koningsbrug, we zouden deze man mee moeten nemen. Ah, als de rest geen kans gehad. Geboren commando deze man. Oh. Lekker man. Wil je nog wat zeggen in de camera of niet? Natuurlijk, ik ben nog steeds bezig. Ja, dit zijn niet de leukste stukjes. Maar wel de mooiste. Ja, je onthoudt ze wel. Zeker.
Het is nog vroeg, een uurtje of zes. Net even lekker een duik in het water genomen en opgefrist. En nou zo klaar om lekker te gaan ontbijten. De kano die ligt al klaar. Om weer op pad te gaan vandaag. Hierboven is onze plek geweest om vannacht te overnachten. Prachtig plekje, vuurtje gestookt gisteravond. De tent die staat daar, Matthias die is wakker waarschijnlijk. Ja kijk, hij zwaait. Goedemorgen Matthias. Heb je er weer zin aan vandaag? We gaan er wat moois van maken, hè? Klasse. Welkom in ons kamp. Hier slapen we vannacht. Vandaag heerlijk gekanoot, niet te lang, waardoor we vandaag een shelter hebben. Vuurtje gestookt, pannenkoeken gebakken en straks gaan we lekker Zweedse balletjes eten. En Matthias mag kiezen of dat met pennen is of dat het met rijst is. Nou, we gaan het zien. Verder lekker vuurtje aan het stoken, de schoenen even erbij, net hard gelopen. Dat is nu Matthias aan het doen. Van de Kenno-trip hebben we ook twee zakken marshmallows meegekregen. Dus elke dag roosteren we wat marshmallows. En als ze klaar zijn, dan eten we ze op. Lekker. Daar komt hij denk ik aan. Kijk, op de stok. Heerlijk. Verdient hoor. Sorry. Verdient hoor na zo'n dag kano. Lekker. Hey, Geert en Sienke, dankjewel voor jullie hangmat. Ik gebruik hem elke dag en ik heb er heel veel plezier van. Bedankt! Ja, we zijn aan het eind gekomen. We hebben de route afgemaakt. En we liggen nu bij de sluis. Bij het kamp waar we verblijven. Kampeerplaats Alcatraz, mooi gebouw, vroeger staalfabriek. En we kunnen straks onze kano en onze spullen naar achter brengen, waar al heel veel andere jonge mensen voornamelijk zijn. En hier gaan we vanavond nog een feestje vieren. Het was echt heel erg gaaf. Ja, het avontuur is eigenlijk al afgelopen. Alleen daar hoort natuurlijk wel een aftermovie bij. Het is hier super gezellig. En iedereen die is heel relaxed. Lekker bier genuttigd. Beetje wijn en nog wat.